We hebben hier een spelletje om kinderen bewust te maken van hoe ga je om met je geld. En ik kwam er bij mijn eigen kinderen achter dat zij dus helemaal totaal niet wisten wat het een en ander kost. Dus ik heb ze aan de hand van Lego heb ik ze laten zien van nou, dit kost ongeveer zoveel en dit kost ongeveer zoveel. Hier wordt niet alleen aan kinderen, maar ook aan volwassenen verteld dat het hartstikke belangrijk is dat gezinnen, kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig geld, dat die echt goed geholpen worden. Met spullen in natura. Dus alle spullen die kinderen nodig hebben om een kinderleven goed te kunnen leven en niet buitengesloten te worden. En ik vind het hartstikke mooi hoe hier in Ommen en Balbrug het gemeentebestuur probeert om ouders van kinderen te bereiken en hen te overtuigen van het feit dat ze die spullen gewoon moeten vragen voor hun kinderen. Want ze hebben er recht op. En weet je, het kan iedereen overkomen. Als je je baan verliest en je hebt gewoon hoge vaste lasten, ja, dan heb je zo financiële problemen.